En hoe komen jullie eigenlijk op mijn adres uit? Nee, we hebben gewoon van onderzoekers allerlei websites gekregen, zeg maar. Ja. En dat komt ook deels uit het stimuleringsfonds voor de pers. Oh. En toen is ons gevraagd of we die websites wilden coderen, zeg maar. Dus we kijken wat er allemaal op stond, of we gebruik werd gemaakt van Facebook, Twitter en hoe vaker nieuwsberichten werden geplaatst. Dat soort dingen. Oh, ja. Dus hebben ze gewoon allemaal hebben ze bij elkaar gezocht. En toen is. En toen kwamen jullie ook op Hagazine, aangeziende.nl. Ja, ja, ja. Leuk. Ja. Dus zodoende, en toen hebben we het niet zelf in ieder geval opgezocht. Dat is echt door de onderzoeker zelf is dat Oké. Wie zit er nou achter die site en wat voor verhaal? Dat is eigenlijk nog belangrijk. Wat voor verhaal zit Wat voor verhaal zit er achter? Nou ja, nu zijn we hebben afgelopen weken 20 beste sites en de, nou ja, eigenlijk bezocht, gekeken van, nou, er zit daar een leuk verhaal achter al. En nu zijn eigenlijk de mensen aan het bezoeken. Ja, ja. En we komen eigenlijk door het heel het land. Gisteren zijn we in Driebergen geweest, we zijn in Culemborg geweest. Oh, je gaat dus echt, het is niet speciaal op Den Haag Nee, we gaan ook naar, wij twee gaan ook naar Doesburg. Ja, ja. En, dat doen, en hoeveel mensen zijn daarmee bezig? Tot nu toe vier. Vier, ja, ja. Er zijn afgelopen, dus, zijn er nog veel meer mensen mee bezig geweest, maar wij zijn er vier overgebleven. Ja, ja. En een ander, Dio, die gaat ook naar Leeuwarden, geloof ik. Ja, ja. En zijn naar Zorg geweest, en naar Amersfoort, en naar Maastricht. Ja. Dus ze zijn door het hele land. Ja, ja. En als jullie zeg maar hier klaar zijn, hebben jullie nog een andere afspraak, of niet? Hier? In Den Haag? Ja? Nee. Nee, nee. Nee. Vandaag niet in ieder geval, volgende week gaan we naar Doesburg. Ik ben ook bezig om mensen te regelen in de buurt van Sassenheim, die ook een site hebben. Ja, ja, ja. En hebben jullie iets Haags? Is er iemand, woont er iemand in Den Haag? Nee? Jullie hebben niks met Den Haag? Nog niet. Nee, nog niet. Nee. En jij ook niet? Heb jij iets met Den Haag? Nou, een vriend van mij die woont er. Oh ja. En verder, ja, eigenlijk niet heel veel.